Hey allemaal, de tweede Future Morphs op locatie. De vorige was bij de Chameleon. Nou, misschien bekend gezicht van dat filmpje nog, maar we zijn hier bij Robert-Jan van rjcompier.nl. Ja, hij heeft een leuke collectie met onder andere veel leuke boa constrictors. Dus die zullen we eens allemaal laten zien. Zullen we eens een kijkje nemen bij hem. Wat wil je ons als eerst laten zien, Robert-Jan? We beginnen hier bij de nakweekstelling van de jonge dieren die dit jaar zijn geboren. Er staan de grotere braadpasbakken in. Worden verwarmd door middel van een kabel achterin. Allemaal thermostaat uiteraard. Beginnen we hier. Met een mooie jungle. Een eigen nakweekdiertje? Eigen nakweek van dit jaar. Oké. En wat voor paring komen ze uit? Een Gihippo keer jungleman. Een Gihippo vrouw en jungleman. Maar niet alleen boa's, ook jonge haakneuzen. Doen het prima aan deze bakken. Zoals hier, albino haakneusmannetje. Ook dit jaar geboren hier. En verder nog wat doublehead sunglows of salmonhead albino. Hoe je het wil zien. Salmonhead albino, zo willen we het zien. Nou, oké. Okay. Dus nou, iedereen op YouTube bij deze. Salmonhead albino erin stampen. Nou, dan gaan we hier tegenover hebben een wat stelling voor de dieren die eigenlijk uit die bakken groeien, die eigenlijk al wat groter zijn. Ja. Dit zijn eigenlijk wel hele handige bakken. Qua maat, ik zal er even een beetje eentje uithalen, dan heb je een beetje een idee. Ze zijn vrij diep, niet zo heel erg breed. Het is een mooie hippo jungle. Ook eigen nakweek van dit jaar trouwens. Een broertje van de jungle die ik net liet zien. Maar dit is een bak waar ze inderdaad net lekker wat groter in kunnen worden. En in ieder geval tot een ongeveer een jaar leeftijd wel in kunnen. Nou, een flinke waterbak ook bij. Ja, makkelijk ook van deze bakken is, het zijn eigenlijk schoenenbakken. Gekocht ooit bij de blokker. Maar het ideale is, ze zijn al de gaten en de luchtgaten zijn al voorgevreesd. Zowel voorin als achterin zie ik. Juist, perfect. Dan heb ik hier nog een vrouwtje. Een heel mooi dier. Eigenaar van dit jaar. Ontzettend kleurrijk. Ik ben benieuwd hoe dit dier er over een jaartje uitziet. Zelfs op de film komt de kleur er goed uit, dus dat zegt wel over hoe dat het in het echt is. Zeker weten. Ook hier trouwens wordt de boel verwarmd door middel van een dubbele kabel die achterin ingevreesd zit. Ook op een thermostaat uiteraard. Is ook een heel leuk diertje. Een eigenaarkweek diertje van een Peru keer Peru imperator kruising. De aberrant getekende dieren zoals we die al eerder hebben gezien. Juist, met het gestreepte staartje en heel het verhaal erbij. De zogenaamde Nepters heeft iemand ze genoemd. Dat is een mooie benaming. We zullen inderdaad zien in de toekomst wat het gaat brengen. En hier uit datzelfde nest van die Peru's nog een heel mooi extreem gekleurd diertje. Ontzettend licht, bijna karamelachtig van kleur. Kijk, dat iets. Nee, dat doet het weer geen goed. Ik ben benieuwd hoe dat in de toekomst nog gaat kleuren. Maar dat kan alleen maar beter worden. Of in ieder geval, ja. Lijkt me wel. Een zusje van de Selmans het albino van net. Een Sunglo. Een vrouwtje. Ik vind het zelf altijd praktisch om net wat grotere waterbakken erin te hebben. Zodat ze die lekker zelfs af en toe op kunnen zoeken als ze dat willen. Niet dat ze het heel vaak doen, maar je ziet het af en toe. Dat is ook een heel leuk dier. Ook een van de nieuwe aanwinsten. Een van de niet-eigen kweek. Een Hippo arabesque het albino. Dus geen kijk. DH Sunglo arabesque. Ja. Maar wel kijk, een heel mooi dier. Een ja. Mooi drie genen in één potentiediertje. Zeker weten, zeker weten. Ook nog wel een leuke Hippo Motley mannetje. Colombian Motley. Vind ik zelf mooier dan de Central American Motleys, maar dat is smaak. Het gaat wel weer richting de vervelling, dus jammer dat de kleur er niet super mooi op zit nu, maar het is maar om een indruk te krijgen. Nou, mochten de dieren nou wat groter worden en hier zelfs niet meer in kunnen, dan gaan ze naar
de bakken hieronder. De alombekende IKEA-curvers, maar dan de halve versie, die niet zo groot zijn. Daar kunnen er wat kleinere of verder wat dieren in, zeg maar. Ja. Tot een jaar of twee, of de wat kleiner blijvende mannetjes. Dit is een Cubs Selden. Die is echt ongelooflijk kleurrijk. Ik weet niet of het goed op film overkomt, maar als er iets in de buurt komt van een hypo bloedboa, dan is dit het wel, denk ik. Het is lastig vast te leggen, maar... Eigen nakweek 2008 van een Cubs pastel vrouwtje. En op zich nog niet eens een hele mooie Selden man. Maar de nakomelingen zijn echt ongelooflijk mooi en kleurrijk geworden. Ik heb er een Cubs Selden vrouw, even oud, gewoon een volle zus van deze. Dus die staat ook op het filmpje van mij thuis. Dus dan hebben jullie een beetje een idee hoe het wordt. Ja, hier aan deze kant heb ik nog meer van die bakken staan van deze maat. Ik sta hier tot bovenaan het plafond bijna. Kijk, en ook mooi een gereedschapsgedeelte hier met wat haken en zo. Mag niet ontbreken in iedere slaapkamer, lijkt mij. En een handige wasbak. Ideaal. Ik had het eerst niet op mijn kamer, maar nu het eenmaal inzet. Wil je niet meer zonder. Maar hier inderdaad nog een keer die IKEA-curvers. Worden allemaal verwarmd door middel van een warmtemat in deze. Werkt ook ideaal allemaal op thermostaat. Ja, nou, daar, kijk, daar zien jullie hem in het hoekje. De mat. Ja. Als hij er goed op komt. Nee, waarschijnlijk niet. En daar hier ook een mooi eigen nakweek leopard mannetje van 2009. Echt bijna eigenlijk helemaal volledig gestreept. Qua tekening denk ik een van de mooiste leopards die ik ooit heb gezien. Maar echt wel heel bizar. Nee. En dan een van zijn onderbuurmannen. Een Longi Kauda mannetje uit datzelfde jaar. Ook het 2009 eigen nakweek. Begint nu al heel mooi zwarte tekening te vertonen. En ook de gele kleur komt ontzettend mooi tussen. Beetje chagrijnig, misschien niet te zien in de film. Ja, dat is een beetje te pompen. En juist. En om maar eens aan te geven wat voor verschil er in een nest kan zitten. Hou hem goed in gedachten. Een volle broer. Maar echt totaal anders van tekening. Veel minder druk, veel cleaner. Ik hoop dat dit wel een heel mooi dier gaat worden als die, naarmate die ouder gaat worden. Want hij is nu al ontzettend mooi van kleur. Mijn hoofd er ook even bij. De dikke koptekening heeft hij ook. Misschien om mijn best voor doen om niet te laten zien. Ja, ja. Kijk, dat is wel echt erg apart. Ja. Nou, hier nog een heel leuk dwergboaatje. Een Tarahumara mannetje. Een wat? Denkt iedereen nu bij zichzelf? Tarahumara is een Mexicaanse lokaliteit, eigenlijk de kleinst bekende boa constrictor variant op dit moment. Dit is een mannetje uit 2008, dus nu 2,5 jaar oud en kweekrijp. Ik schat hem niet veel groter dan een centimeter of 80. We hebben hier een beetje een overzicht van hoe groot is de... Mijn hand erbij en ik heb echt maar kleine handjes. Hoe groot de boa is, zeg maar, inderdaad. Dus dat niet alle boa's de 4 meter gaan bereiken. Zeker weten. Fabeltjes mogen onderhand de wereld ook wel eens uit zijn. Ja. Hier nog een leuke Surinaamse roodstaartman. Heel mooi dier, ooit gekocht vanwege de ontzettend mooie tekening. Het is geen hele harde groeier, maar de verhoudingen kloppen wel heel goed. Een mooie, forse kop. Ik ben heel erg mooi dier. En met deze lokaliteit gaan we eventjes stoppen, want we zitten weer bijna tegen de 10 minuten aan. Dus we gaan zo in deel 2 weer verder. Dan gaan we mooi naar die andere.